Ongeveer 1 op de 4 onderzochte scholen in Vlaanderen heeft een dringend asbestprobleem. Daarmee is het probleem 3 keer groter dan aanvankelijk gedacht. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd bij minister van Leefmilieu Joke Schouwvliegen. Verschillende Vlaamse parlementsleden begrijpen niet waarom zo weinig scholen hun asbestprobleem aanpakken. Of komen ze allemaal in aanmerking? En de laatste vraag is ook een voorstel dat ik hier toch even wil toetsen. Asbestverwijdering is één zaak, maar het is niet als je een golfplaten hebt en je neemt de asbestplaten weg, dan kan deze probleem is opgelost, want dan moeten we een nieuw dak op de school. Ik kan niet zeggen dat asbest is weg en bij de opvang wordt het een oproep school. Of als het best vervat in een wand, of in pleisterswerk, of in leningen. Ja, je kan dat wel wegnemen, maar dan kan je school niet noodzakelijk verder. En vandaar mijn vraag om toch ook wat voorstel, indien als asbestverwijdering ook aanleiding geeft tot infrastructurele werken, en bijvoorbeeld omdat ook een deel van het dak moet aangepakt worden, is er een directeur in combinatie met een Arion. Subsidiering, al een iets gekorte procedure, weten dat daar een termijn van 2 jaar tussen is vastgelegd ook mogelijk. Alvast bedankt voor uw antwoorden. Dank u wel, collega Daniels. En dan hebben wij een nieuw gezicht in de commissie. Zo dikwijls komt meneer Danen niet. Hè? Met plezier geef ik aan jou het woord. Ja, dank dat ik hier te gast mag zijn. Aangeeft. En ik ben ook benieuwd naar de antwoorden van de minister ter zake. Ik heb u een aantal weken geleden erover vragen, zowel in de commissie hier als ook in de plenaire. Die vragen leken wel eigenlijk op elkaar, maar schat, het was belangrijk genoeg, denk ik, om ze te stellen. En u heeft mij daarop geantwoord ook. En tot wat collega Daniel zegt, bleek dus inderdaad dat er bijna 70 van de 300 een advies van overgang kregen tot dringende actie om een asbest te verwijderen. Maar natuurlijk, in Vlaanderen zijn er veel meer dan 300 scholen. Dat zijn er ongeveer 3600. Als er 1 op 4 van de scholen met een dringend te saneren probleem zit, dan spreken we echt wel van een groot probleem. Het gaat niet over vastzittend asbest in goede staat, waar leerlingen niet echt mee in contact komen, of al die toen al weten. Het gaat meestal om verwijderde en beschadigde asbesttoepassingen, zoals asbesthoudend gips, rond cv-dingen of andere niet hechtgebonden toepassingen, of dingen door hechtgebonden toepassingen die verweerd en of beschadigd waren en die daarom ook een dringende ingreep vereisten. In het bijzonder dat er contactrisico's voor leerlingen bestonden of bestaan, bijvoorbeeld onverweerde asbestcementgevelijen waar leerlingen bijvoorbeeld tegen leunen of waar ze een fiets tegen zitten of dat soort dingen, daar ging het eigenlijk over. Wat mij bijzonder verontrust was dat zo'n maand geleden, tot zo'n maand geleden, 22 van de 69 scholen, tot nog toe geen enkele actie ondernemen. En dat was ook vooral ook het onderwerp van mijn vraag toen. Omdat het
en 2 maanden dat wel te doen. En toen heeft hij ook gezegd van de aanmelding moet op initiatief van de school gebeuren en is vrijwillig. De aanmelding stuurt over aan een gecontracteerde erkende asbestverwijderaar ter plaatse om de saneringskosten in te schatten en de organisatie en de invulling van de school te bespreken. Bovendien verzorg u hiervoor de nodige middelen. Dus stelde we toen samen vast, ook al worden scholen administratief, financieel en praktisch ontzorgd, ook om aandringend op sanering, u geeft voorziet, dan nog zijn er scholen die hiermee niet aan de slag gaan. Toen ik over enkele maanden geleden dan ontvroeg, stelde u dat u het probleem ernstig neemt en met de koppels in gesprek wilde gaan. Dat zou dus nog gebeuren voor de paasvakantie. Daarbij mijn vragen. Heeft het overleg met de koppels hierover plaatsgevonden? Concrete afspraken gemaakt en zo ja, kan je me hiervan op de hoogte brengen. Heeft u meer inzicht gekregen in het gegeven waarom scholen hiermee toch niet aan de slag gaan? U zei in het vorige antwoord ook dat of een regisseur is, maar geen dwangmaatregelen kan opleggen. Daarna gaf u aan, ook in de media, dat wanneer scholen blijven weigeren stappen te nemen richting sanering, dat u hen daartoe toch zou dwingen. Hoe wilt u dat dan concreet doen? Hoe staat u tegenover ambtshalve saneringen indien scholen of andere spelers nalaten noodzakelijke acties te ondernemen? Ja, naast de onderzochte scholen zijn er nog heel wat andere scholen met een dringend aan te pakken als asbestprobleem. Zo kunnen we afleiden uit de cijfers. Hoe wilt u ervoor zorgen dat deze scholen stappen richting, nemen richting asbestsanering? Dat is mijn vraag. Dank u wel, meneer Dane. Mevrouw de minister, wat weet u over asbestverwijdering? Ja. Dat is fijn, een nieuwe voorzitter, zo. Dank u. Mijn mond wordt droog. Het is inderdaad niet de eerste keer dat we over een heel, heel belangrijk thema zoals asbest spreken. Asbest is trouwens niet alleen in scholen, maar op heel veel plaatsen in de samenleving aanwezig is. En collega Damen, u hebt het wel correct geschetst, als dat op een vaste basis is, hoeft dat niet noodzakelijk een probleem te zijn. Maar natuurlijk, je moet wel weten waar het asbest aanwezig is. Want als je een verbouwing gaat doen of een nieuwbouw gaat, of een innovatie... grote innovatie onderneemt en je weet niet dat er asbest is en je verwerkt die dan ook niet op de juiste wijze, dan kan dit heel zware gezondheidssporen nalaten. Vandaar dat ik dit dossier ook echt zeer, zeer ernstig neem. 2 weken terug, dat bewijst dat jullie, zoals een aantal andere thema's, dat ook zeer ernstig doen. We hebben enkele weken terug al uitvoerig gedebatteerd over het thema in de commissie onderwijs op 8 maart en in de plenaire op 14 maart. Ik heb mij toen inderdaad geëngageerd om iedereen samen te roepen, in het bijzonder ook de onderwijsverstrekkers, zodat iedereen zich voldoende bewust zou voelen van de belang van de problematiek. En omdat ik er ook wilde voor zorgen dat elke betrokken school actie zou ondernemen. Ik heb ook zelf na mijn aankondiging actie ondernomen. Er zijn ondertussen 2 vergaderingen doorgegaan. Het overlegmoment op vrijdag 16 maart 18, dus een paar weken geleden, tussen de OVAM AION, het departement onderwijs, de onderwijsinspectie en het kabinet onderwijs en het kabinet leefmilieu. Dat is vergadering nummer 1. En op 29 maart vond het overleg plaats met alle onderwijsverstrekkers, dus het KOV, het GO, OVSG en het provinciaal onderwijs en onze onderwijsadministratie. Die 2 vergaderingen zijn constructief verlopen. Vraag is nu, wat hebben we daar afgesproken? Ten eerste zijn er afspraken gemaakt omtrent de concrete opvolging van de scholen die vrijwillig hebben deelgenomen aan de asbestinventarisatiestudie van OVAM. Dat is de steekproef met 300 scholen. Daarvan, van die 300, zijn er 69 scholen met een dringend aan te pakken asbestprobleem. De onderwijsverstrekkers hebben zich geëngageerd om die 69 scholen aan te spreken, om de ernst van de situatie te benadrukken en om een aantal afspraken te maken rond een plan van aanpak over asbestverwijdering in de school. Dat project loopt nu volop. De vergaderingen zijn maar een paar weken geleden doorgegaan, maar dus iedereen heeft gezegd, we gaan dat op individuele basis doen. Vervolgens zijn de basislijnen van het vervolgprotocol afgetoetst, dat eigenlijk op het vlak van asbestverwijdering ondersteuning van het OVAM in de toekomst zal bieden aan alle Vlaamse scholen. Want het is niet voldoende dat we die 300 scholen hebben, we moeten eigenlijk een manier vinden om iedereen te ondersteunen. Daar zijn we bilaterale gesprekken met zowel het GO als Agion.
En dan kunnen we het vervolgprotocol definitief uitwerken. Waarom HEO en AGION? U weet, AGION omvat het gesubsidieerd onderwijs. Het HEO is het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, moet je natuurlijk apart mee vergaderen. Het doel is om het nieuwe vervolgprotocol nog voor het zomerreces van dit jaar te finaliseren en vanaf 1 september 2018 in voege te laten treden. Ook in dit protocol zullen we inzetten op sensibilisering door middel van toelichtingen en opleidingen, ontzorging en financiële ondersteuning bij de realisatie van asbest op school. En dat protocol wordt afgesloten tussen OVAM en het GO enerzijds, en dan een tweede protocol tussen OVAM en AGIL. Daarnaast zal OVAM na goedkeuring van het algemene asbestafbouwplan ook samen met een aantal partners een grote communicatieactie voeren die bij iedereen zou moeten zorgen voor een hoger bewustzijn in zaken de asbestproblematiek. Alle betrokkenen moeten nauw met elkaar samenwerken om vooruitgang te maken op basis van informatie en resultaten die nu al bekend zijn dankzij die inventarisatiestudie of die steekproef die we bij die 300 scholen gedaan hebben. Wat zien we nog? We zien nu ook dat ondertussen al een honderdtal scholen zich vrijwillig opgegeven en aangemeld hebben om beroep te kunnen doen op het raamcontract van OVAM om asbestverwijderingswerken gesubsidieerd uit te voeren. En dat zijn scholen die zich aanmelden los van de steekproef. Ja? Dus dat is wel van belang. Dus de hele de krantencommentaren en de publiciteit en die er geweest is, heeft tot gevolg dat ook scholen die niet deelgenomen hebben aan de steekproef zich nu aanmelden, omdat ze weten, wij hebben asbest in onze school, wij willen graag verwijderingswerken doen. Dus dat is op zich een zeer goede zaak, dat het effect heeft breder dan het onderzoek dat gevoerd is, want dat is eigenlijk ook de bedoeling. Zodra het nieuwe protocol van kracht is, kunnen die scholen ook effectief aan de slag. De onderwijsinspectie heeft ook met OVAM bilateraal overleg gepleegd, heeft ook kennis uitgewisseld over de aanwezigheid van de asbestinventaris op school en de juistheid ervan, want dat was, we hebben het daar ook al over gehad, ook nog een probleem. Dus de onderwijsinspectie verzamelt data op basis van de doorlichtingen die zij doen. Zij controleren dat ook of dat er zo'n inventaris is, want het is een verschil, dus we hebben een inventaris en die is ook helemaal correct. Dus daarvoor hebben we OVAM nodig, want de inspectie kan dat niet allemaal alleen. Het is de eerste keer dat een dergelijke kennisdeling gebeurt tussen de onderwijsinspectie en OVAM. En collega's, ik heb het soms, ik heb het vanmorgen ook de ene keer al wat enthousiaster dan de andere keer gezegd, maar net zoals ik bij mijn aandreden als onderwijsminister voor een woestijn stond als het ging over hoe zit ons gebouwpatrimonium eigenlijk precies in elkaar, is dit ook het geval als het gaat over samenwerking tussen OVAM en de onderwijsinspectie, die nu massaal kennis gaan delen, wat een zeer goede zaak is, maar wat eigenlijk al kon gebeurd zijn vroeger. Dan uw vraag, collega Dane, die wel terecht was, en ook de vraag van de andere collega's. Ja, hoe zit het nu met die 69 scholen? En hoe zit het met de scholen die, ondanks het feit dat ze de actie moeten ondernemen, toch met de gegevens niet aan de slag gaan? Er zijn, zoals ik al gezegd heb, 69 scholen met een dringende asbestproblematiek. Nu, dankzij de ondersteuning door OVAM en de sensibilisering vanuit de koppels zijn ondertussen bijna alle scholen effectief aan de slag. We hebben nog 5 scholen te gaan. Maar dat is dus al veel beter dan van waar we komen. Ik geef misschien wat extra info. Ik zal het ook meegeven als bijlage bij de vraag. Dus we hadden 49 scholen bij AGION en 20 scholen bij het GO. Van die 49, dus om aan, in totaal aan die 69 te komen, van die 49 scholen bij AGION maken er 37 gebruik van het raamcontract bij OVAM, 5 voeren acties in eigen beheer, 5 zijn nu de acties aan het voorbereiden en van 2 scholen moeten we nog reactie krijgen. Als we dan naar het GO gaan, zijn er 9 scholen die intekenen op het raamcontract met OVAM, 6 die acties voeren in eigen beheer, 2 die acties worden voorbereid en 3 van wie we nog een reactie moeten krijgen. Maar dat is, al, het is nog niet 100%, maar het schuift. En zoals ik al zei, hebben we echt het engagement van de koepels dat ze de scholen individueel
aan het benaderen. We zien ook de effecten, dus ze worden zeker individueel benaderd. Niet alle scholen hebben officieel een dossier ingediend bij OVAM. In die zin dat de scholen zich wel formeel hebben ingeschreven op de raamovereenkomst van OVAM voor de asbestverwijdering, maar dat wil niet zeggen dat scholen geen stappen zouden ondernemen. Het is aan de scholen om zelf te kiezen om ofwel gebruik te maken van die raamcontracten van OVAM, ofwel om in eigen beheer met een eigen aannemer de dringende asbestsituaties aan te pakken. Men kan perfect kiezen om dat met een eigen aannemer te doen, als het volgens de regels der kunst is natuurlijk. Ook risicobeheermaatregelen zijn toegelaten en ook mogelijk. Dat zijn tijdelijke maatregelen vaak eenvoudig uit te voeren met een relatief beperkte kost die het risico verlagen in afwachting van een later geplande asbestverwijdering. Als bijvoorbeeld die asbest zich bevindt op een plaats waar heel weinig leerlingen komen, dan kan je kleine werken doen om dan later misschien, op het moment dat er een grote verbouwing is op school, om dan op een later moment alles grondig te doen. Maar als we dan toch kijken naar de raamovereenkomst zelf, dan zien we dat het overgrote deel, bijna 66% van de 69 scholen beroep doet op die raamovereenkomst, 15% doet de werken in eigen beheer. En we moeten nu nog kijken, die laatste, wat er daarmee zal gebeuren. De onderwijsverstrekkers blijven de individuele scholen die nog niet reageerden aansporen om dat zo snel mogelijk te doen. Dan kom je wat de budgetten betreft. Tijdens het plenaire debat over de asbestproblematiek heb ik zelf gezegd, en ik citeer voor een keer mezelf, er zullen nog extra budgetten nodig zijn in de komende jaren en ik engageer mij zeker om mee in financiële middelen te voorzien. Voorlopig, en zeker over als we kijken naar de eerste aanmeldingen die er gebeurd zijn, zou het voorziene budget van 7,5 miljoen euro moeten volstaan. U weet dat bij de begrotingscontrole er extra middelen gaan ook naar collega Schouwvliegen, die ook beslist heeft om te investeren in asbestverwijdering. Maar op dit ogenblik volstaat het budget voor de scholen. Als we de dossiers zien die ingediend worden, vandaar dat ze nu met een lokaal initiatief ook zal nemen. Maar als er extra budgetten nodig zijn, dan zullen we die uiteraard moeten voorzien. Omdat we ook voor de scholen buiten de steekproef, zoals ik daarnet uitlegde, een protocol in voorbereiding hebben, zullen we op lange termijn zeker extra budgetten nog moeten vrijmaken. Maar die middelen die we nu al vrijmaken zijn van groot belang. En ook de 9 miljoen, zoals ik al zei, die vrijgemaakt is via de gemeenten. Daarvan kunnen gemeentelijke en stedelijke scholen ook uiteraard genieten. Als collega Schouwvliegen, als het samenwerkingsprojecten zijn met gemeenten en men zegt, ja, we gaan de gemeenteschool hier aanpakken, is perfect mogelijk ook dat scholen daar ook zullen van genieten. Goed selecteren bij de scholen. De 300 scholen in de steekproef komen sowieso in aanmerking. Dat is logisch natuurlijk, want ze hebben zich vrijwillig aangemeld om als piloot te dienen. Het nieuwe vervolgprotocol heeft als doel om voor alle scholen in Vlaanderen die met een asbestproblematiek geconfronteerd worden, een ondersteuning, dat kan een subsidiering of een ontzorging zijn, aan te bieden. Om het verhaal van collega Daniels, dat pilotrijk was, te beantwoorden, je doet je dak weg, maar dan zit je school zonder dak. Voor het vrije gesubsidieerd onderwijs is een combinatie met een Aegon-subsidiering perfect mogelijk. Het schoolbestuur ontvangt dan het klassieke subsidiepercentage, dat is 70% voor het basisonderwijs en 60% voor de andere onderwijsvormen. Ze ontvangen die subsidie voor het aandeel van de werken dat betrekking heeft op de werken die gelieerd zijn aan de asbestverwijdering. Bijvoorbeeld de heraanleg na verwijdering, een nieuw dak, nadat het asbesthoudend dak verwijderd is. Voor het officieel gesubsidieerd onderwijs, dat is het stedelijke, het onderwijs, provinciaal onderwijs, de gemeentescholen, bepaalt aan de prioriteiten voor subsidiemogelijkheden in nauw overleg met de respectievelijke onderwijskoepels OVSG en POV. Steden, gemeenten en provincies die nemen hiervoor het best contact op met de koepel om de concrete mogelijkheden rond subsidiering van de werken na asbestverwijdering te bespreken. U weet of u weet niet, kijk naar één, dat iedereen zijn eigen subsidieringssysteem heeft en prioriteitsbepaling. Dan de vraag rond de regisseursrol van OVAM, collega Dalen. We zetten in eerste instantie in op aansturende en aanklampende communicatie vanuit zowel OVAM, Aegon en in het bijzonder ook van de verschillende onderwijsverstrekkers. De toezichthoudende bevoegdheid over de federale verplichting over een
actuele asbest over zo'n asbestinventaris te beschikken. En onveilige urgente situaties aan te pakken, ligt uiteindelijk bij de FOD, zo, federale bevoegdheid. Dat was ook interessant voor ons om dat allemaal een keer te gaan uitvloeien. Als er een interventie van de FOD zo noodzakelijk is, dan wordt dit samen met de betrokken actoren en in het bijzonder met de onderwijsversterkers begeleid. In zeer dringende gevallen kan ook de onderwijsinspectie gevraagd worden om op te treden. Op zich ben ik er ook van overtuigd dat het aangeboden ondersteuningspakket en de omgevingsdruk van zowel de school als van de betrokken entiteiten, dat dat ook onze schooldirecties zal overtuigen om actief op te treden en de nodige stappen te zetten. Dan kan je de meer zetten, wat zijn de bijkomende beleidsmaatregelen die eventueel nodig zijn. De andere of de andere beleidsmaatregelen die zullen opgenomen worden in het beleidsplan omtrent de asbestafbouw van OVAM, dat door collega Schouwvliegen aan de Vlaamse regering zal worden voorgelegd. Wat zou daar normaal moeten instaan? Een risicogebaseerde aanpak en verwijdering van asbesthoudende materialen die vermeld staan in een kwaliteitsvolle asbestinventaris. En 2, bijkomende controle op een goede uitvoering van de verwijderingswerken in samenspraak met de sector. Ik denk ook dat het van belang is dat we samen met OVAM intensief inzetten op sensibilisering en opvolging bij schoolbesturen, om ervoor te zorgen dat onze scholen, net zoals trouwens de andere publieke gebouwen en woningen, asbestveilig worden. Uiteraard blijft er finaal ook een belangrijke verantwoordelijkheid van het schoolbestuur als werkgever. We moeten hen daarin ten volle ondersteunen en ook vooral informeren, want als je het niet weet natuurlijk wat de gevaren zijn, dan ben je minder geneigd om actie te ondernemen. Maar naar alles wat al verschenen is, zou eigenlijk elke school nu al toch vrij behoorlijk op de hoogte moeten zijn. Ja, dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoorden. Ik denk het collega Dana een beetje bij. We keren altijd terug naar die 69 scholen. Maar natuurlijk, Vlaanderen, het klopt, het zijn er meer dan die 69. En de vraag waar ik ook mee zit, zoals collega Dana is, in welke mate mogen we die 69 extrapoleren naar de rest van Vlaanderen? Zijn dit toevallig 69 omdat er wel gekozen is in die school en dus de kans groter, maar bijvoorbeeld gekeken heeft naar de leeftijd van die school en dat die net gebouwd zijn in tijden dat asbest de oplossing was die dan ook nog eens goedkoop was. En dan is het logisch dat er meer scholen aantikken dan wel. Ja, is het toevallig dat die gekozen zijn en ja, daar hebben we nu, want dan kunnen we het wel natuurlijk extrapoleren. Dat is wel mijn vraag daarbij. Tweede bijkomende vraag. OVAM, je dan scholen aan dat er wel budget is, maar dat men eigenlijk nog niet is overgegaan tot toekenning of uitbetalen. Wat natuurlijk schoolbesturen op een hoge plaats zitten. Want ja, klopt die info? Klopt die info niet? En als men dan nog niet overgaat tot toekenning en uitbetalen, wanneer is men dat dan wel van plan om te doen? We hebben natuurlijk daar die twee verschillende potten van middelen voor asbest die dringend aan diegenen die aan toegevoegd zijn. Dus dat is wel een heel concrete vraag van waar staan we daar nu? Wanneer kunnen we daar verwachten dat er antwoorden komen? En de bijkomende vraag, mevrouw de minister. Voorstellen tot combinatie. Is inderdaad combinatie mogelijk, maar natuurlijk de combinatie als asbest nu kan verwijderd worden, want OVAM zegt dingen te verwijderen. Het voorbeeld dat hier wordt, kinderen tegenstaan in de klas, afbrokkelende golfplaten en dergelijke meer. Maar natuurlijk, als het dan aangezegd zegt, dat is goed, je kunt subsidies krijgen voor het dak opnieuw te leggen, maar je moet dan wel nog anderhalf jaar of twee jaar wachten. Ja, dan komt het een natuurlijk met anderen in conflict, want het een is dan dringend. Maar je kunt niet je dak wegdoen, niet weten dat je een nieuw dak gaat kunnen leggen. En op welke manier kunnen we daar toch enige voor gaan geven, wetende, we moeten natuurlijk ook niet flauw zijn, dat als je een dossier wat meer naar voren trekt, dat er dan een ander dossier wat meer achteruit gaat. Maar in deze met onze fractie vinden we dat wel verantwoord, omdat het natuurlijk wel gaat over een product waarvan dat onomstotelijk bewezen is dat het schadelijk is, zeker en vast ook bij jonge kinderen die daar zeer veel tijd doorbrengen. Dank u wel, meneer Daniels. Meneer Dana? Ja, dank u. Ja, natuurlijk, de school zou inderdaad, zoals u terecht zegt, bij uitstek
zeker een veilige omgeving moeten zijn voor iedereen, zeker voor de kinderen, maar ook voor iedereen die er komt, ouders, leerkrachten, onderhoudspersoneel en zo verder. Nu, mevrouw de minister, ik wil ook starten met waar u bent gestart, namelijk met de inventaris. Daar begint natuurlijk alles mee. En wat mij in de studie vooral verontrustte ook was dat ze vastgesteld hebben dat ze eigenlijk heel veel scholen geen inventaris hebben en dat de andere inventarissen eigenlijk onvolledig en of foutief waren. Er was dus met andere woorden bijna geen enkele school in orde met een goede asbestinventaris. Dus mijn vraag is natuurlijk ook, hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle scholen uiteindelijk beschikken over een goede inventaris? Want daar begint alles mee. Als we daarna vervolgens werken beginnen uit te voeren, zoals u terecht ook aanraakte, en de inventaris is fout, ja, dan kan men inderdaad mogelijk felle of grote risico's lopen en daar is niemand mee gebaat. Dus daar moeten we echt, denk ik, vooral op inzetten om ervoor te zorgen bij uitstek dat de scholen een goede inventaris hebben. En u heeft ook gezegd, inderdaad, ook in de plenaire, dat de inspectie controleert of er een inventaris is. Ja, ik heb ook gehoord dat u zei met de samenwerking OVAM en inspectie. Maar natuurlijk, het feit of er een inventaris is, ja, dat is het begin, hè, maar dat is zeker geen eindpunt. Het zou moeten gaan, is er een goede inventaris? Dus ik zou u willen vragen, inderdaad, bent u bereid om ervoor te zorgen dat wanneer scholen geïnspecteerd worden, dat inderdaad de inspectie meeneemt, niet alleen of er een inventaris is, maar de kwaliteit van de inventaris mee wordt bekeken. Want dat lijkt me toch wel heel erg belangrijk om daarmee te beginnen. Dat is ook preventiegewijs natuurlijk. U heeft ook gesproken over de schoolbestuur en de rol van de koepels en ook van de informatieplicht naar de schoolbesturen toe. Maar begrijp ik het goed dat de schoolbesturen nu en in het kort zullen geïnformeerd worden over het belang van zo'n inventaris, over het belang van asbest, over de aspecten waar u net over heeft gesproken. Want natuurlijk, schoolbesturen krijgen honderden informatieprikkels per week. Hè. Dus het is belangrijk dat ze op dit vlak, denk ik, op een goede manier actief worden geconfronteerd met het probleem wat er mogelijk is. Dat ze daar inderdaad werk van maken vanuit een verantwoordelijkheid voor de kinderen en de jongeren en leerkrachten, maar ook vanuit een verantwoordelijkheid als werkgever. En dan 3, heel concreet. U heeft net gezegd, er zijn 100 scholen die binnenkomen, ze hebben gemeld bij OVA met help ons. Maar u heeft allicht ook heel wat mails gehad, ik heb die gekregen, allicht zal die ook hebben gekregen, van scholen die zeggen van kijk, wij denken dat we een probleem hebben, hè, hoe moeten we hiermee aan de slag, help ons, waar moeten we ons melden en wat is het contactpunt? Ik wil heel concreet vragen, als van school inderdaad iets wil doen aan een asbestprobleem, tot wie moeten ze zich heel concreet wenden, want dat is blijkbaar nog steeds niet helemaal duidelijk. Dat waren 3 korte vragen in opvolging van uw antwoord. Asbest, ik ben er in mijn jaren als minister van Openbare Werken ook heel intens mee geconfronteerd. We hebben daar ook oude gebouwen, denk maar aan douanegebouwtjes op de grens tussen Vlaanderen en Frankrijk. Er was bij de afbraak aanwezig, ook, daar was ook van alles wat niet oké was. Ik heb daar ook geleerd hoe belangrijk het is als je verbouwingswerken doet en je weet dat er asbest is, dat je die extra kosten ook doet om dat op een verantwoorde wijze te laten wegwerken. Dat is een stille moordenaar, asbest. Dus, maar anderzijds, als het als asbest vastzit, zoals jullie zeggen, is er geen probleem. Maar natuurlijk zal het gebouw wel eens moeten gerenoveerd worden of vernieuwd. Dus je moet het wel hebben. Dus in die zin, één, een inventaris hebben en een correcte inventaris hebben is van levensbelang ook voor mij. Dus ik kan er niet zo goed mee om dat ik tot vandaag nog van een paar scholen geen informatie heb. Dat is de reden waarom dat ik met de koppels ook gesproken heb, omdat ik vind dat zij daar ook een verantwoordelijkheid in hebben. Wij kunnen dat ook, ik kan ook de inspectie erop afsturen, nu, maar niet meer gezegd, het komt allemaal in orde. De deadline was na de paasvakantie, maar ondertussen zijn we wel na de paasvakantie natuurlijk. En heb ik nog van 5 scholen geen concreet plan. Wat de medewerking betreft, uiteraard, als je wil dat die werken gesubsidieerd worden, dan moet je, collega's, dat wel aanmelden. 5 van die 69, of 5 van alle scholen? Nee, 5 van de 69. Van de 69. Ik heb dat net ook gemeld. Dus er zijn er 5 van wie ik nog geen... Dus ik heb gezegd wie er... Je zult het ook als bijlage zien, dus van de 69 scholen die dringend actie moesten ondernemen. Afhankelijk waren er heel weinig, dan is het verbeterd. Maar nu wacht ik nog op info van 5. En de deadline was paasvakantie, dus... 1 mei. Maar 1 mei, oké. Dan zijn we nog net op tijd. Maar ja, ik lees hier op mijn eigen. Maar inderdaad, dus dat, ik heb gesteld dat ik na de paasvakantie en de laatste op 1 mei. Allee, kom, dus we zitten in de dagen voor 1 mei. Ja. We hebben nog een dag gespeeld. Het is goed. Ik ben te streng geweest, maar het is.
Zoals ik zei, van, je moet wel natuurlijk, als je werken doet en je, wil, je hebt meer werken dan wat er nieuw dak moet komen, moet je dat wel aanmelden natuurlijk. Anders zal het niet gaan. Dus hoe werkt het? Het asbestdeel, en dan kom ik op jullie beide vraag, wordt goedgekeurd door OVAM en vooraleer men uitbetaald kan worden. Het deel extra moet goedgekeurd zijn op de raad van bestuur van AHEON natuurlijk, vooraleer je kan uitbetalen. Dus, maar je moet wel een dossier hebben. Ja, zonder dossier zal het niet gaan. Ik weet dat jullie allemaal tegen papier zijn, maar het is nu wel belangrijk genoeg om dat in te dienen. En als men zegt, ja, we krijgen ons budget niet, dan zal het zijn omdat er op een van de twee punten dat nog niet in orde is. Ofwel dat OVA nog geen goedkeuring gegeven heeft, ofwel dat het dossier op de raad van de bestuur nog niet gepasseerd is. Dus het zou het ene of het andere zijn. De crisissituatie is misschien ook belangrijk om mee te geven, collega De Meijer, het was antwoorden op uw vraag. OVA wil en kan ook in de toekomst optreden of laten optreden in crisissituaties. En er zijn ook mogelijkheden om extra begeleiding te voorzien en zelfs te subsidiëren. Dus dat wordt ook bekeken op welke manier we dat, zeker als we naar dat protocol komen voor alle scholen, hoe dat we dat kunnen inbedden. Die 300 scholen, collega Daniels, die in de steekproef zaten, die hebben zich allemaal vrijwillig opgegeven. Dus het is niet zo dat de overheid geselecteerd heeft. We hebben gekeken wie wel. En we waren ook wel positief verrast dat men zich wel vrijwillig kandidaat stelde om daaraan mee te werken. Ik zou dat ook gedaan hebben, niet persoonlijk, mocht ik schooldirecteur geweest zijn. Die uitbetaling heb ik gezegd, wanneer dat kan. De risicobeheersingsmaatregelen op jullie beide vragen, collega De Meijer en collega Daniels, kunnen dus door OVAM snel ook gesubsidieerd worden. Het is sowieso overmacht. Mocht u zeggen, ja, dan staan we daar in de rij helemaal onderaan als je al die dossiers bekijkt die ingediend worden. Dat betekent dat in principe het dossier binnen de twee maanden zou goedgekeurd moeten kunnen raken, omdat dit een specifieke situatie is. Dus dat krijgt sowieso prioriteit. Die inventaris en het verschil dat daarop zit, wat mij ook hooglijk interesseert natuurlijk. We hebben nu vastgesteld dat de OVAM-inventaris die opgemaakt moet worden, dat die eigenlijk iets strenger is dan de federale, dan de inventaris die voor de Fotoazo opgemaakt moet worden. Maar ook hier, dus OVAM laat bijvoorbeeld ook vastleggen hoeveel vierkante meter. Maar dus als hoeveel dat er noodzakelijk is. Maar als dat dus, dan is dat zogezegd niet in orde voor OVAM, maar wel in orde voor de regels die scholen moeten volgen. Dus daar zijn we nu ook aan het kijken, hoe kun je die twee ook matchen met elkaar. Want je kan het de school niet te kwaad trouw duiden. Dus men wil in orde zijn met de regelgeving, of gewoon heeft men zijn inventaris, is men in orde met de regelgeving. En dan meldt men zich vrijwillig aan om deel te nemen aan een asbest inventaris onderzoek van OVAM, die natuurlijk hun eigen regels toepassen. En dan zien ze, oei, het is niet helemaal op elkaar afgestemd. Maar het is dus niet wat de gegevens betreft dat niet in orde is, maar gewoon omdat de ene iets dieper gaat dan de andere. En dan moeten we nu ook proberen zuiver te zetten dat gelijk is. En die zijn ook weer nuttig dat het onderzoek van OVAM gebeurd is, natuurlijk. Dan de opmaak van die inventaris, die zal door OVAM via het protocol ook gesubsidieerd en ondersteund worden. Dus dat, we leren daar nu heel veel uit. En zodra, dus ik zei vanaf september zou ik willen dat het in orde is, dan zal dat ook kunnen. Als het protocol is, kan elke school ook effectief bij OVAM terecht. Om u nog een zicht te geven tot slot op de budgetten, want ik had hier nog een mail bij waar wat extra info in stond. Ondertussen, dus we hebben nu ongeveer 1,1 miljoen euro al gereserveerd van de 7,5 miljoen. Dus er is al nog wat ruimte. Vandaar dat we nu bij de begrotingscontrole niet onmiddellijk nog een keer extra geld voorzien hebben, omdat dit voor dit jaar is. Om die asbestverwijderingswerken te subsidiëren. Het gaat hier wel over OVAM-werken via het raamcontract. Maar dat zal vermoedelijk wel oplopen na 1 september of nu nadat alle scholen zich aangemeld hebben. Dank u wel.